We staan hier in de studio van Gebouw T en ik sta hier met een van de deelnemers van de T-strijd. Stel jullie jezelf eens voor. Nou, wij zijn Solon, ik ben Maarten van Overbeek en ik doe zang en gitaar. Ik ben Byron Hayes en ik doe drums. En hoe lang bestaat Solon al? Ik denk een jaartje of 4. Ja. Hoe zijn jullie op de bandnaam gekomen? Nou, het is een beetje afgeleid van Solen. Dat is een Zweedse benaming voor de zon. En daar hebben we een beetje mee gespeeld en gestoeid. En toen is het uiteindelijk Solon geworden. Welke bands en artiesten beïnvloeden jullie als band? Ja, we spelen 70s rock, dus Led Zeppelin, Deep Purple, dat zijn wel bands die ons erg inspireren. Ook ja, het andere band, Jimi Hendrix sowieso natuurlijk. En Focus, Rainbox, en dat soort bandjes, ja, dat soort dingen. Ja. En wat vinden jullie het leukste van in een band spelen? Voornamelijk dat je gewoon je eigen ding erin kwijt kan. Je hebt natuurlijk nogal heel veel vrijheid en muziek maken met elkaar is gewoon echt, dat is waarom dat ik het doe eigenlijk. Kunnen we nog iets speciaals verwachten van jullie show op de T-strijd? Ja, onze shows zijn altijd speciaal. Hebben jullie er zin in? Ja, zeker. Absoluut. Ja, absoluut.